twijfel je of je met hem wil beginnen? Nee. Nee. Hij begint dus. Ja. We hebben de training gezien. Jordan Henderson leek alles mee te doen. Hoe is het met hem en in hoeverre is hij 100% wedstrijdfit? Het gaat goed met hem. 100% wedstrijdfit. Dat moeten we natuurlijk even afwachten. Hij heeft een tijd niet gespeeld. Maar hij is fit. Alleen hij ontbeert natuurlijk wel wat wedstrijdritme. Twijfel je of je met hem wil beginnen? Nee. Nee. Hij begint dus. Ja. Je hebt net verklapt dat Henderson gaat spelen. Acht jij hem in staat om 90 minuten te spelen? Nou ja, dat is weer een andere kwestie. Maar goed, het is een ervaren speler. Hij is gewend. Dat zit natuurlijk wel in de opbouw van zijn hele carrière. Dat hij gewend is om heel veel wedstrijden te spelen in een seizoen. Nu is hij even een periode, ja, heeft hij geen wedstrijden gespeeld. Dus in hoeverre dat, ja, wel of niet een 90 minuten gaat worden, dat moeten we morgen gewoon bekijken. Ekpom, dat scheen heel kort voor de sluiten van de transfertermijn nog heel serieus te zijn. Hoe heb je dat gevolgd? Heb je daar zorgen over gemaakt? Want het is nou niet zo dat je heel veel centrumspitsen in je selectie. Nee, want dat was voor mij ook heel duidelijk. Ik wil Tsupa wil ik niet kwijt. Dat is belangrijk voor ons. En dan ga je alweer zeg maar dingen doen waar je, haal je aan de ene kant haal je iemand binnen waar we heel blij mee zijn en je laat aan de andere kant iemand weggaan waar dan ook niemand gelijk voor terugkomt of er staat. Dus voor mij was het een no-go en niet dat ik dat beslis hoor, maar het is ook niet zo dat het een gelijk een bedrag dat er neergelegd werd. Het was ook op uitleenbasis, dus ja, daar gaan we sowieso niet aan meewerken. Ken jij Julian Gijkhoff al? Ik heb hem vanochtend gezien. Ja, maar ken je hem ook als speler? Wat beelden ik, gezien? Ik ken hem van wat beelden, ja. Maar ik ken hem niet echt als speler, nee. Nou, is de bedoeling dat hij dit seizoen nog aansluit bij één? In ieder geval dat jullie gaan trainen? Hè? Ja, ja, hij gaat gewoon bij ons in de selectie trainen. En dan is het aan hem om via wedstrijden in Jong, maar ook op de trainingen, om te laten zien dat hij voor ons ook waardevol kan zijn. De laatste weken zijn de resultaten natuurlijk best wel goed, maar wel tegen Heracles, tegen Go Ahead, tegen RKC. Zie jij deze wedstrijd ook als een meetmoment voor dit Ajax? Ben jij nieuwsgierig waar jullie nu staan? Ja, zeker. Het is een hele mooie wedstrijd voor ons team, voor de selectie. Om te zien waar je staat tegen een goed PSV, wat ongeslagen is en goals maakt en gewoon goed voetbalt. En dat is de verdienste van hun technische staf en van hun spelersgroep. En aan ons nu om inderdaad de stappen die we hebben gemaakt, in ieder geval te zorgen dat we blijven scoren. Want dat is denk ik een stap die we zeker hebben gemaakt. Maar dat we in deze wedstrijd ook een stap maken in het verdedigen. Want als dat niet gebeurt, dan wordt het een hele lastige wedstrijd. Ja. Hoe is dat voor jou persoonlijk? Want je bent nu een paar maanden trainer van Ajax. Dit wordt de grootste eredivisiewedstrijd tot nu toe. Voelt het voor jou ook als een soort test? Of het laten zien van, goh, wat kan ik als trainer bij Ajax? Ja, tuurlijk. Je wil ook als trainer wil je het hoogst haalbare. En op dit moment, zeg maar morgen, is het een hele belangrijke wedstrijd. Dus daar wil je gewoon dat je elftal daarin goed presteert. En dat hetgene wat je ze meegeeft en waar je op traint, dat zeg maar ook tot uiting komt.